Met Active Inspire kun je lessen en presentaties maken voor in de klas. Je kunt de opzet enigszins vergelijken met PowerPoint. Daar bestaat een presentatie uit verschillende dia's. In Active Inspire heten die pagina's. Op een pagina kun je allerlei soorten informatie toevoegen, zoals tekst, afbeeldingen, films, objecten en vragen. Die vragen en informatie kun je vervolgens op verschillende manieren met je leerlingen delen. Het totaal van alle pagina's wordt een flipchart genoemd. In deze instructiefilm kijken we hoe het scherm van Active Inspire in elkaar zit. Er lijken ontzettend veel knoppen in Active Inspire te zitten, maar feitelijk bestaat het programma uit 6 belangrijke menus. De makers hebben alleen veel verschillende manieren toegevoegd om bij die menus te komen, waardoor het soms kan lijken dat het er veel meer zijn. Het menu dat je waarschijnlijk het meeste zult gebruiken zie je aan de rechterkant, je toolbox. Hierin vind je allerlei gereedschappen om de informatie op te